genomineerd voor de RTV NOF Sport- en Ondernemersverkiezing 2016 in de categorie Sporttalent. Gerry van Lingen. Beste meisjes, ik ben Gerry van Lingen uit Wielrijden. Tijdens het overronde skillseizoen 2016 had ik tijdens het NK skillrien 4 gouden, 2 zilveren en had ik tijdens het EK 2 bronzen en 1 gouden en op het WK een aantal top 10 noteringen, waaronder een 6e als beste resultaat behellen. Bij deze vraag Jim om Jim steun en ik hoop dat Jim natuurlijk op mij stemmen. Alvast bedankt. Marijke Groenewoud. Hoi allemaal, ik ben Marijke Groenewoud, 17 jaar en ik woon in Hallen. Ik ben genomineerd als talent van Noord-Oost-Friesland, wat natuurlijk superleuk is. In de winter schaats ik voor Team Fries en ben Nederlands kampioen gewonnen op de marathon en op de Mastart. We trainen in de Elfstedenhal. In de zomer skiedler ik voor Skateboards. Het seizoen ging echt supergoed. Ik werd op meerdere afstanden Nederlands kampioen. Mijn hoogtepunt was deelnemen aan het EK. Met als mooiste prijs winnen op de Appeltoers. Ik hoop dat jullie op mij gaan stemmen. Hartijs de Vries. Hoi, ik ben Hartijs de Vries, 20 jaar oud en kom uit Kollen. Ik ben wielrenner voor het Rabobank Development Team en ik heb al het hier een heel goed seizoen al. Ik heb de jongerentrui gewonnen in de topcompetitie, ik heb een klassieker gewonnen en ik wie tred in het klassement van Olympia's Tour. Ik vind het leuk dat ik genomineerd ben en ik hoop dat jullie allemaal hier op mij stemmen. RTV NOS.